ben Bruno Doedens, landschaparchitect kunstenaar van SLEM, Stichting Landschapstheater en meer. En we gaan hier voor Feest aan Zee 20 ringen maken van zand. En die symboliseren de 20 decennia van badcultuur Scheveningen. En dat is onderdeel van het Feest aan Zee programma. En dat is 100 bij 300 meter groot, dus dat wordt een flink kunstwerk van zand. En we verschuiven het zand met de twee machines die achter ons staan. En die zijn zilver gemaakt, waardoor die machines ook acteurs worden in het hele verhaal. En alleen het bouwen is al natuurlijk een prachtig spektakel. We gaan het in de komende 2 weken wordt het gerealiseerd. En daarna is het nog 6 weken. Kunnen mensen er ook doorheen wandelen, gebeuren de activiteiten in. Onder andere de CPC loop op 9 maart. En op 3 maart is de officiële opening op zaterdag. En zo zijn er altijd activiteiten in de ringen. En het is sowieso mooi om daar doorheen te wandelen en te kijken vanaf het hoger punt van de boulevard. De opening zal rond 1:00 zijn op de zaterdag 3 maart. Maar op feestaanzee.nl, daar vind je alle nadere informatie. Rioolputten aan het plaatsen voor de strandpaviljoens die hier binnenkort opgebouwd gaan worden. Zodat het water uit de keuken en de wc's hierin stroomt en dan wordt er met een pomp weggepompt het rioolstelsel van de stad in. Dit jaar zijn we 19 februari al begonnen in plaats van 1 maart. Dat komt omdat er, zoals je hiernaast eigenlijk al ziet, veel verbouwingen gaande zijn. Aan de andere kant van de pier ligt de hele boulevard al open. Dus daar kunnen geen kranen, vrachtwagens, etc. door. Dus door alle drukte die normaal altijd op 1 maart is, een beetje te spreiden, hopen we geen grote opstoppingen en andere problemen met de aanvoer van alle spullen en containers te krijgen. Dus hier, wij zijn 19 februari begonnen, van de pier tot een paar tenten verderop. En de rest gaat gewoon net als normaal 1 maart weer van start. Ja, en wat verwacht je van het zomerseizoen? Het is nu ook 200 jaar badplaats. Ik verwacht elk jaar een heel mooi seizoen. En ook dit jaar verwacht ik weer een lekkere zomer. Met heel veel gasten. En ik weet niet of 200 jaar feest en bestaan van de badplaats echt meer gasten, toeristen gaat opleveren. Dus we zullen het zien. Je hebt er zin in. Dat altijd, absoluut. Ja. Maar wordt het dan niet heel rommelig? Want hoe lang gaan ze hier over doen? Dat duurt waarschijnlijk nog 2 strandseizoenen. En dan is het helemaal af, hopen we. Ik loop te vaak iets uit, maar ja, we gaan het zien. En we krijgen er een leuk Legoland voor terug, als het goed is. Dat mensen hier wel gaan komen, ondanks dit... Ja, tuurlijk. Dat denk ik zeker. Kijk, het strand blijft toch trekken. Mensen komen naar Scheveningen, ze willen lekker een dagje uit. En wij bieden nog steeds hetzelfde lekkere eten, lekkere cocktails en dezelfde gezelligheid. Zetten we gewoon de muziek ietsjes harder. Gaan we 1 maart lekker weer knallen. Dankjewel. Oké, fijne dag. Dag.